vandaag in het Glazen Bolsjournaal. Onthulling van de nieuwe Splinter Cell nabij. Locatie Dead Space 3 min of meer bekend. Wouter moet huilen om Kate Perry. En de nieuwe Fable indirect aangekondigd. Het lijkt erop alsof de lente zich langzaam aandient. En als het lente wordt, dan gaat het broeien onder het mos. En dan gaat het broeien onder de glazenbol. En dan broeit het hier op de redactie van de nieuwtjes. Dus tijd voor een glazenbol rubriek. Mijn naam is Jan Meijhuis en ik heb er opnieuw zin in. En we beginnen met het feit dat de nieuwe Metal Gear Solid voorlopig niet komt. Kojima Productions en Konami, ja, teasen de hele tijd dat de game wel niet wel komt. Geeft ook best wel veel interviews de laatste tijd, die Kojima. Ja, er wordt gewoon een heel nieuw team feitelijk gevraagd om mee te helpen aan die nieuwe Metal Gear. Voorlopig hoeven we die game dus niet te verwachten. Onlangs kon je het al lezen in de Nachtwacht op pu.nl. De nieuwe Splinter Cell staat klaar om onthuld te worden. Was getekend Jade Raymond. De nieuwe studio van Ubisoft in Toronto is al een paar jaar bezig met de nieuwe Splinter Cell. En op de GDC zei ze dat ze niet kunnen wachten om die game aan te gaan kondigen. Nou, 1 in 1 is 2. Assassin's Creed is onlangs groot uit de doeken gedaan. Rainbow Six Patriots is eind vorig jaar uit de doeken gedaan. Dus wanneer wordt Splinter Cell 6, dat is het namelijk, getoond? Natuurlijk op de E3. Tenminste, dat zegt de glazen bol. Nog een ander leuk nieuwtje. Jade Raymond is zwanger en helaas niet door mij. Kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik zeggen, want mijn vrouw kijkt hier toch nooit naar. We blijven even bij de Frans-Canadese ontwikkelaar Rainbow Six Patriot. Daar rommelt het een beetje op de burelen. Wat blijkt, David Sears, de creative director, de man die ook de grote visie achter de game heeft bedacht, die is van het project afgehaald en zit nu op een ander project. De officiële statement van de goede man luidt: ik had een visie, die heb ik overgedragen aan Ubisoft. Ze waren daar wel mee eens, maar er komt op een gegeven moment een moment dat je weg moet stappen en dat iemand anders tegen jou gaat zeggen hoe het moet. Nou, dat klinkt een beetje als een soort beleefdheidsmotto. En ik ben ook heel benieuwd of dit nou een delay veroorzaakt voor Rainbow Six Patriots. Nou, we gaan daar ongetwijfeld meer over horen op de E3, waar we de game gaan zien, maar toch niet helemaal lekker daar. Ik heb uit een wat minder betrouwbare glazen bol, dat is dus niet deze, maar een tweedehands glazen bolletje die ik een keer op een Frans rommelmarktje heb opgetikt, voor een leuk prijsje overigens. Die heeft mij verteld dat de nieuwe locatie van Dead Space 3 zich af gaat spelen op een grote bevroren planeet. Nou, Isaac die is daar gestrand na alle tumult na het einde van Dead Space 2. En de game zou zich dus grotendeels in de sneeuw afspelen. Of het waar is, dat weet je maar nooit met die tweedehands rommel. Het nieuws is hier ingeslagen als een bom. Pieter Molyneux weg bij Lionhead en Microsoft Studios. Tenminste als Fable The Journey af is. Hij blijft totdat die game, de Kinect gedreven Fable game, als die af is. Dan stapt hij op, dan gaat hij iets nieuws beginnen onder de naam 22 Cans. Nieuwe indie developer, wie het weet mag het zeggen. Maar wat blijkt nou, hij blijft wel verbonden als consultant aan de Fable franchise. Hiermee is dus eigenlijk indirect Fable 4 aangekondigd. En dan gaan we nu verder met de nieuwsflits. Het is momenteel Mass Effect Madness. De game is uit, krijgt alleen maar 9,5 en 10. En onze eigen Wart heeft het ook een mooi cijfer gegeven. Maar als je nou toch meer wil, ga dan even op internet zoeken, want er duiken allemaal guides op. De meest interessante guide online is natuurlijk de Sex and Romans Guide, waar je precies kunt vinden wie het best het met wie doet. Absoluut de moeite van het checken waard. Wouter was laatst in tranen op de redactie. Waarom? Niet omdat hij Mass Effect 3 nog niet had, niet omdat hij een tripje naar Skyrim 6 moest missen, maar omdat The Sims Showtime nog niet binnen was. De Kate Perry editie. De nieuwe tech-demo van de makers van Heavy Rain is ingeslagen als een bom. Ziet er prachtig uit, doet een beroep op de emotie van de speler. En nu is de grote vraag, bevat de tech-demo ook hints voor de nieuwe game? En tot slot, Diablo 3 schijnt een kou level te krijgen. Hoe we dat weten? Er is weer een of andere nerd die is in de client string, whatever that may be, gaan zoeken. En daar kwam hij de kou level tegen. Toch een beetje uitmelken? En dit was het weer voor het Glazen Bol Journaal. Ik hoop dat het voor jullie net zo goed was als voor mij. Hier wordt het nieuws gemaakt, hier wordt het nieuws geboren en mijn naam is nog steeds Jan Meijhuis.